Hi, goedemorgen. We gaan iets nieuws proberen vandaag. Ik heb allerlei dingen van Morphe 2. Het is niet per se geënt op jongeren, maar wel op een natuurlijke look. Even kijken. Ik heb een hint hint skin tint. Dan heb ik een jelly eye shimmer. Ik ga ze zo allemaal uitpakken hoor. Dan heb ik een oh so nude quad goals multi palette. Ik heb een I wish shadow stick and sharpener. Ik heb een little pick me up 3-in-1 face mist. Ik heb een hide and peak concealer. Dan heb ik een lip balm. Ik heb een perk up cheek and lip color. En ik moet heel erg niezen. En ik heb een wonder tint lip en cheek mousse. Oh, sorry, daar ben ik. En dan heb ik van de gewone Morphe line een blush balm. Ik heb geen primer, dus ik ga heel even mijn dewy serum opdoen van Revolution. En dan pak ik uit mijn Shop My Stash. Wow. Dat gooide ik echt heel hard neer. De Poreless Primer van Catrice. Om een beetje te smoothen. Zodat het centrum van mijn gezicht een beetje smoother is. Lang leven allergieën. Ik ga beginnen met de Hide and Peak Concealer. Ik doe overal mijn bril op vandaag. Dat gaat heel veel. En die heb ik in de kleur Peak of Pearl. Light to medium coverage, vegan, buildable, natural looking finish. Nou, even zo. Nou, ik heb hier een vervelende. Nou, goed. Ja. Doe een beetje onder de ogen, een beetje hier rond de neus en een beetje boven mijn wenkbrauwen. En dan doe ik een beetje hier op mijn rode plekken. Eeuw. Zat mijn haar aan. Even de Beauty Blender. Oh. Kijk, deze plekken hier, die piepen er toch wel doorheen zo meteen hoor. Want die zijn zo diep dat ik dat niet wegkrijg. Ja. Ik vind het wel mooi. Het voelt heel fijn. Het voelt niet alsof je iets op je gezicht hebt, moet ik zeggen. Ik doe ook een beetje op mijn oogleden als primer. Hier nog een beetje kijken wat het dan doet.
Het is inderdaad een lichte dekking. Maar haalt wel, zeg maar, rond mijn wenkbrauw in ieder geval, die roodheid, rond mijn neus ook. Ja, deze plekken, ja, weet je, ja. Ik heb het geaccepteerd dat die er zitten. Het is een lichte dekking, maar het haalt wel, zeg maar, de heftigheid van de roodheid eraf. Dus ja, ja, oké. Okay. Het doosje kan weg. Dan heb ik de Hint Hint Skin Tint. In de kleur Hint of Latte. Last for up to 16 hours. Water resistant, sweat resistant and transfer resistant. Hydrates skin for up to 12 hours. Seals in moisture and nourishes dry skin. Non-comedogenic, comedogenic and vegan. How to apply. Start gently. Start 1-2 drops and build to your desired level of coverage. Het is zo'n potje. Ze zeggen schudden. Ik pak even mijn bordje erbij. En ik heb hier nu alles liggen en ik probeer dan zeg maar een beetje... Klinkt echt alsof je water schudt. Zou het al goed zijn? Nou, ik heb gewoon wat op mijn bordje gedaan. Dan pak ik mijn kwast. Op het bordje leek de kleur echt te donker. Maar ik moet zeggen, het valt wel mee. Het voelt niet als water. Maar het voelt wel als een soort hele dunne lotion die je opsmeert. Is dat logisch? Even vergroten. Wat ik zie. Is hier polka dots oriën, maar die heb ik altijd daar. Hier heb ik een haar op het midden van mijn voorhoofd. Ja, het is dewy. Het geeft een lichte dekking, maar het is een skin tint, maar meer dekking dan ik had verwacht, als ik heel eerlijk ben. Heel natuurlijk. Oké, en ik moet zeggen, behalve deze kwast heb ik nog nooit iets van Morphe gehad. Dus, ja. Ik heb de Wanderlust Cheek. Oh nee, dit is de...
Up Cheek and Lip Color. Get a quick swish of color on your with this creamy 2-in-1 formula in buildable, easy to blend shades that look cute on your cheeks and lips. En dit is de kleur Rosy Wishes. Nou, dat ziet er inderdaad heel mooi uit. Oh, nou. En dan heb ik de Wonder Tint Cheek and Lip Mousse in de kleur FYP. Dus For Your Pleasure denk ik dat dat is. En daarvan zeggen ze... This multitasking mousse gives you that perfect buildable wash of color on your cheeks and lips with just one swipe. Dat is deze. Deze. Ik denk dat ik voor die wil gaan. Even een kwastje. Wow. Nee, er gaat straks nog poeder overheen, dus het mag best wel iets heftiger. Maar dit is een heftige kleur. Wow. Wow. Oké. Warning to the wise. Heftig. Heftig. Heftig pigment. En wat was dit? Dit was een lippenbalm. Zal ik deze even op mijn lippen proberen dan? Mooi naturel kleurtje hoor dit. Voelt klaar een beetje droog op je lippen. Ik haal hem er gelijk weer af. Oké. Dan heb ik een bril. Een Jelly Eye Shimmer in de kleur Bright Idea. Dat is ook in zo'n potje. Dat is dan deze. Hier zit hij. Heel licht. Daarvan zeggen ze niks. Daarvan zeggen ze niks. Oké. En dan heb ik de I Wish Shadow Stick. Easy on the eyes. All your wishes come true with this on-the-go 2-in-1 shadow and liner stick that delivers a wash of creamy color in just one swipe. En die heb ik in de kleur Once Upon a Star. Dat vind ik een mooie naturel kleur. Ja. En dan heb ik deze, waarvan wordt gezegd, it's all for you. Snap up your looks in easy to use stack. In one easy to use stack. Give your lids, lips and cheek the perfect nude use. With these buildable matte and shimmer shades. Swipe them on the go. En dit is de kleur Oh So Nudie. En dat is je hebt nude. Hoe gaat die open? Oh ja. Voor de eyes boven. Dan heb je cinnamon voor de cheeks. Zo.
Hallo? Oh, dat is alleen maar een soort shimmer. Dat is een topper, zie je dit? Dit zou ik gewoon als oogschaduw gebruiken. Ja. En dan heb je Cacao Rose voor de lips. Deze. Mooie kleur. Prima. Een soort balm is het. Ja, het is niet een soort balm. Het is een balm. Nou, kom op. En als je alles open hebt gehad en je hebt vette handen, dan kom je nergens meer. En dan heb je Pearl voor de face. Oh ja. Die zit hier. Dat is gewoon een soort balmy highlighter. Oké. Okay. We gaan de highlighter proberen. En er stond op dat de tint, die skin tint, sweatproof was. Nou, dat kunnen we vandaag gelijk proberen. Zo, even overal aangebracht. Ga ik het even een beetje blenden. Het geeft geen kleur af. Het geeft alleen maar duw af. Maar mijn gezicht was al dewy. Wat was voor de ogen? De eerste. Het is niet handig openmaken als je natte handen hebt. Eens even kijken. Wow, ik ga met alles gooien. Oh, dit is best heftig, jongens. Het doet me een beetje denken aan een supershock. Niet exact hetzelfde, maar een beetje dat idee krijg ik ervan. Ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi. Is het iets wat ik uit zou zoeken gelijk? Weet ik niet. Je kan het goed blenden. Ik denk dat ik het op zich wel een fijn setje vind. Waar had ik die ene? Wacht, momentje. En nee, dit knippen we er niet uit. Oké, we gaan even de eyeshadow stick proberen. Is dat eerlijk over die glitter heen? Mat. Leuk. Is het een leuke eye look? Ja. Is het heel erg shimmery? Ja. Hou ik daarvan op zich? Nee. Ik pak even een beetje poeder. Om even hier
Nou, dat werkt niet, want eigenlijk is het zo shimmery dat je eigenlijk alleen maar de shimmers verplaatst. Dan hebben we nog de lipbalm in de kleur Berry Blush. Die ziet er zo uit. Het ziet er heel licht uit. Fijne lipbalm, mooie kleur, maar niet wat ik verwacht had. Mooie kleur, ja. Hij lijkt heel, kan ik me hier aan de binnenkant, heel erg op mijn lipkleur. Wat vind ik ervan? Ik heb ook nog een face mist. En wat zeggen ze daarvan? Shake before use. To tone, set makeup or refresh skin. Close eyes and spray. Holding the bottle 8 inches from the face. Calm skin and look in moisture with this refreshing face mist that contains orange flower water, cucumber water and aloe vera. Oké. Dus het moet je op zich niet een dewy finish geven, maar meer hydratatie. Dit ruikt heel sterk naar aloe vera. Of orange water. Nou, weet ik niet. Het is nu natuurlijk nat. Dus het geeft nu voornamelijk... het geeft nu voornamelijk... glans. Oké, wat vind ik van die producten? Ik vind ze op zich fijn. Het geeft inderdaad... Het zit hier echt allemaal druppels op mijn voorhoofd. Het geeft inderdaad een natuurlijk resultaat. Als je daar niet van houdt, is dit niet de lijn voor jou. De oogschaduw is extreem... Oh, het voelt wel een beetje droger nu. Nou, mijn gezicht niet, maar de oogschaduw wel. De blush is mooi, houdt mooi. Is een klein beetje ingetrokken en vervaagd nu. Wat geven we voor cijfer? 7,5. Is goed te gebruiken. Ik zou het zeker weer gebruiken. Ja. De concealer was erg fijn. Ik vond de skin tint fijn. En ik vond de lipmousse fijn. De oogschaduw, dat glitter, dat weet ik niet. Ik ben daar op zich niet zo van. Maar goed, ik denk een goede die stack. Die ligt nu op de grond daar. Dat weet ik niet. Want dan moet ik nog even verder uitproberen wat die op je lippen doet. En... het is allemaal heel sheer qua tint, qua resultaat. Behalve de blush, die was gelijk blink. Maar je ziet nu dat die toch wel redelijk uitgesheerd is. Zo maar te zeggen. Dat was hem. Ik denk een goede 7,5. Een goede 7,5 hoor. 8, misschien ertussenin. Nou, weet ik niet precies. Bedankt voor het kijken naar mijn Hoebe YouTube kanaal. Like en subscribe. Leuk dat je tijd met mij doorbracht. En tot graag tot de volgende keer. Doei.